In 2020 komt de Ronde van Spanje naar Breda. Wat vindt Breda van fietsen en wat vinden zij van dit nieuws? Ik heb zelf veel met fietsen, dus ik vind het leuk nieuws. Maar ja, ben ik de enige? Ik vind het hartstikke leuk. Ik vind fietsen heel belangrijk. Ik vind sporten heel belangrijk. Nou, die combinatie is met zo'n ronde gegeven natuurlijk. Ik denk ook dat het heel belangrijk is dat je af en toe goede topsport laat zien. Om mensen ook uit te dagen om ook te gaan fietsen. Of het nou tourfietsen is of gewoon fietsen naar je woonwerk, noem maar op. Dus ik vind het heel belangrijk en ik vind het heel leuk. En fiets je zelf ook? Ik fiets zo ongeveer 8000 kilometer per jaar. Dat is een flinke afstand. Ja, ja, ja. Het is toch allemaal in de omgeving van Breda, Meerlen, want wij wonen in Meerlen. Hey, en het is toch in de omgeving van Breda, om zo, die komt rijden. Hey, naar de dochters in Ulvenhout, Kaam en zo allemaal. Ik fiets overal naartoe. In 2020 komt de Ronde van Spanje naar Breda. Het zal je niet ontgaan zijn. Wat vindt u hiervan? Weinig eigenlijk. Leuk voor Breda natuurlijk, dat het een beetje meer in de spotlight komt te staan op die manier. Maar ja, ik maak me dan eerder zorgen om hoe het hier plat dan komt te liggen. Ik heb dat met carnaval al, met welke feestdag dan ook, dat centrum helemaal afgesloten is en gezeik. Wat vindt u ervan dat de Ronde van Spanje naar Breda te komt? Ja, is toch hartstikke leuk. Internationaal evenement dan in Breda. Dat is mooie publiciteit toch? Komt u zelf ook naar Breda toe om te kijken? Nee, dat waarschijnlijk niet. Nee, het is leuk om te zien op tv, maar om mezelf heen te gaan, nee, dat zo ben ik niet. Oké, fiets je zelf ook? Fietsen wel, maar niet op de manier zoals de mannen dat doen die de Ronde van Spanje gaan doen. Mijn vrouw en ik, ze staat hier, die fietsen gezellig op onze elektrische fiets, want dat steunt een beetje bij en daar hebben we heel veel plezier mee. Ja, ja, ik vind het super. Ja, het is leuk dat Breda dan op zo'n manier ook eens een keer op de kaart gezet wordt. Ja, hoe vaak kan er gezegd worden dat er een etappe in Breda start en eindigt? Heeft u zelf veel met fietsen? Ja. Ik fiets zo'n 22 kilometer dagelijks in de zomer. Ja, dat zijn flinke afstanden. Denkt u erover na om mee te doen? Mee te doen aan wat? Aan de Ronde van Spanje. Nee.